Pieter, Pieter, Pieter. Ja, ik vind het echt jammer als dit niet gebeurt. Je weet het al. Heerlijk. Hoe zit mijn haar? Ik heb net champagne ontbijt gehad. Dat is te gek. Dag, ik ben René van Dumper TV. En ik ben op bezoek bij drie heerlijke dames van deze video. Motherfuckers! Yes! It's about nostalgie! We gingen naar de kroeg met 14 jaar. Mijn moeder zette dezelfde beste ijs voor me klaar. Roken deden wij als een gek en was het op. Dan had je hier nog check. Wat zijn jullie een daverend groot succes op Dumpert? Ja, gek. Kwam dat verwacht? Nee, totaal niet. Maar jullie dachten, we gaan onze jeugd herbeleven. Waar kwam het idee vandaan? Nou ja, dat idee dat bestaat al een tijdje, want het zit in onze voorstelling. We hebben met z'n drieën normaal gesproken een voorstelling, maar in corona kunnen we niks. Dus toen dachten we, weet je wat, we gaan in deze tuin lekker een clipje opnemen. Uit eten, dat was een feest. Van de Valk op de Chinees. Macaroni was mega hip en als toetje, fla flip. Ja. En het gaat over onze pubers en vonden wij het leuk om ook naar onze eigen puberteit terug te gaan. Want wij zijn natuurlijk ook net zulke assholes geweest als onze kinderen. Beetje blote tieten, genieten in de zon, omdat dat toen nog kon. Daar wilde ik ook nog wat over vragen. De blote tieten! Tieten. Ik wil tieten vragen. Nou ja, dat was het eigenlijk wat ik wilde, ja. Dat kon vroeger gewoon wel top. Ik woon in Zandvoort. Ja. En ik zat topless op het strand. Nog steeds? Nee. Oh. Ik was ook echt met blote tietjes, was het vroeger. Dat durf je nu echt niet meer. We zijn een beetje aan het vertutten deze maatschappij. Mijn kind die doucht bij voetbal met een onderbroek. Nou, dat was toch vroeger ondenkbaar. Dat is wel heel raar. Ja, ik zie dat er nu geen zon is, anders zou ik zeker even... Ja. De Jan laat ze heel graag zien. In de bus met je strippenkaart, die blauwe strook was heel wat waard. Wat deed je dus met je vriendin? Je smeerde hem met Labello in. Toen wij op Dumpert stonden, toen hadden wij in eerste instantie, althans had ik iets, want ik kende reaguurders en ik weet hoe hard het eraan toe kunt gaan. En ik denk, oké, nou goed, daar gaan we. Maak je borst maar nat. Borsten maar nat. Maar het viel mij heel erg mee. Ik vond ze eigenlijk super lief en super enthousiast en super... En eigenlijk iedereen die lullige dingen zei, die kreeg minnetjes. Kop, dus ik vond het eigenlijk het meest feestelijke van die hele clip, vond ik dat we zo lief zijn behandeld door de reaguurders. Dynasty was Glamour en om 8 uur Fred Emmer. Ah. Jacques Kus, de topreaguur, die zei ook, ik weet precies waar ze het over hebben. En die rechtse, die zou ik doen. Ik word oud. Ja, ik krijg het druk. Ah. Als jullie zouden moeten kiezen, wat moet er absoluut terugkomen uit de jaren 80? Permanent. Ik hou het toch bij tongen. Oh ja, tong hoor. Jawel. Oh, ja, en blote steeds wel. Ja. Nee, ik zou ook wel echt gewoon weer even dat topje zo lekker makkelijk uit willen trekken. Ja. Minder vertrutting. Ja. Veel minder vertrutting. Veel minder vertrutting. Heel veel minder vertrutting. Vertrutting. Meer tieten. Bam, 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 bam. Lekker man.